Wat is nou het liedje, wat als je aan Litouwers denkt, wat het eerste in je opkomt? You Never Walk Alone. You Never Walk Alone, hè? Ja. Dat is echt jouw anthem. Mijn grote hit. Wat betekent dat nummer voor jou? Nou ja, je loopt nooit alleen. Je hebt altijd mensen om je heen die je steunen. Ook in gedachten, maar soms ook letterlijk en figuurlijk. Ja. Jij woont hier op dit eiland. Je hebt misschien niet altijd iedereen om je heen die je misschien om je heen zou willen. Maar in gedachten loop je eigenlijk altijd met ze samen. Altijd. Vrienden, familie, collega's. Altijd. Eigenlijk wil ik even aan je vragen, met dat liedje in je hoofd, You Never Walk Alone. Ja. Dat je je inbeeldt dat je met iemand die je kent, dus dat mag echt een collega zijn, familie, kleinkinderen, een andere zanger, wat je zelf wilt. Ja. Dat je iemand in gedachten neemt. Waarvan je zelf denkt, die vind ik wel bij dat nummer passen. Oké. Heb je dat? Ja. Oké. Pak heel even het bordje erbij. Ja. Geef ik even aan jou. En jij hebt iemand in gedachten nu? Ja. Dan wil ik dat je de naam op dit bordje schrijft. Ja, ja. Wat staat daar? Zoe. Zoe. En dat is? Een van mijn kleinkinderen. Oké. En waarom moest je aan haar denken? Zij is nog niet zo lang geleden wereldkampioen geworden in een soort taekwondo. Ik weet de naam niet eens. Maar zij is zo gedreven, zo'n adrenaline mens waar ik en mijn zoon en mezelf heel erg in herken. En zij woont in Nederland, neem ik aan? In Nederland, ja, uiteraard. En er is niet zo dat ik daar enige invloed op kan hebben gehad, toch? Nee. Dat wil ik even duidelijk stellen. Nee. Ik heb je niet beïnvloed, nee. Het is gewoon jouw vrije keuze. Ja, zeker. En het woord Zoe dus. Zoe. Laten we kijken of ik hier wat leuks mee kan proberen. Jouw kleindochter Zoe uit Nederland. Hang haar naam even hier op. Zo. En Lee. Ja. Jij zingt het altijd zo mooi. You never walk alone. Ja. En dat wil ik voor jou nu realiteit maken. Check it out. 1... 2 en 3. Hallo lieve opa. Ja. Hallo. Dat is een verrassing, hè? Ja. Jongen, dat kan toch niet, joh. Ja. Jongen, dat is mogelijk. Ja. Nederland is 10.000 kilometer hier vandaan. En dan ik schrijf een willekeurige naam op. Nou ja, en ik ben er. Ja, maar je bent nou echt? Of? Ja. Ik ben het echt. Nou, ik vind het zo ongelooflijk. Wat is het nou zeker? Maar jij bent zo'n doorzetter en zo 100% voorgaan. Ja, je bent een voorbeeld. Ja, dank u wel. En ik hou veel van je. Ik ook van u. Kan jij dit? Jongen. Ja, dit. Hier kom ik echt verstand voor tekort. Oh ja. Ja. Jongens, luister nou. Alleen ben je nergens. Geloof je toch niet? Nee. God, ik moet er gewoon naar.